Het is maandag 22 maart. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Pakketbezorger mishandeld door dorpsjeugd in Streefkerk. Justitie komt met nieuw bewijs tegen gewelddadige overvaller Erik Jan Q. En Wednesday Night Skate lijkt gered. En het weer, hier is Ed Alders. Dinsdag is een mooie lentedag met zonnige periode. Het blijft overal droog en op vele plaatsen wordt het ongeveer 14 graden. Een 22-jarige pakketbezorger uit Nieuw-Lekkerland is afgelopen zaterdag in Streefkerk mishandeld door een aantal jongeren. De bezorger sprak de jongelui aan nadat zij stenen naar zijn bestelbus hadden gegooid. En daarop werd hij in elkaar geslagen en geschopt. De man is met diverse verwondingen naar een ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis. Toon Snijder zit nu een paar dagen in de ziektewet nadat hij zaterdagmiddag in elkaar geslagen werd door een groep jongeren in Streefkerk. Er zijn twee tanden uit zijn mond geslagen, zijn ribben zijn gekneusd en zijn wenkbrauw zit vol hechtingen. Zaterdagmiddag rond 4 uur moest hij wat pakketjes rondbrengen bij deze supermarkt, toen hij een jongen stenen zag gooien naar zijn bestelbus. Daar ging dus achteraan en op les had ik hem te pakken en toen wou ik weten waarom hij dat deed. Maar goed, hij begon gelijk met vechten, dus ja, dan doe je niks. Dus je kan alleen maar terugvechten. Dus op les lagen we dus al samen op de straat. En toen kwamen die andere 3 of 4 kwamen nog eens een keer. Ja, toen dan rek je het niet. Toen begon ze om in te trappen en te slaan en te schoppen. Het was niet voor het eerst dat Toon last had van deze jongens. Het groepje jongeren staat erom bekend vaker mensen in Streefkerk lastig te vallen. Buschauffeurs vallen ze lastig, oude mensen vallen ze lastig. Gewoon net na wie ze te pakken en krijgen, die vallen ze gewoon lastig. En jou dus ook regelmatig? Ja. Toon zelf blijft vrij cool onder de gebeurtenissen. Maar bij zijn familie zit de schrik er goed in. Kijk, als je nou in de kroeg had gezeten en zulke dingen gebeuren, nou ja, dat hoor je wel vaker. Maar als je dan met je werk bezig bent gewoon, dan je wordt er op zo'n manier belaagd. Nou, dat vind ik echt heel erg. Aanstaande donderdag gaat Toon weer aan de slag. En zal hij dus weer gewoon pakketjes moeten bezorgen in de straat waar hij werd aangevallen. Ja, dat is wel even eng, dat zou even wennen zijn. En zeker als ik zie dat ze kwaad in de zin hebben, dan... Ik spreek gewoon een beurs en deur op slot en ik bel de politie of mijn baas. Ja, de politie is nog bezig met het onderzoek naar de mishandeling en roept getuigen op zich zo snel mogelijk te melden. Er is nog niemand gearresteerd. Justitie zegt nieuw belastend bewijs te hebben tegen de beruchte crimineel Erik Jan Q. Begin deze maand zijn in de bossen bij Arnhem tassen van Q gevonden en daarin zaten mogelijk handleidingen om van chemicaliën explosieven te maken. Q moest vandaag voor de Rotterdamse rechtbank verschijnen voor het voorbereiden van terroristische aanslagen, bedreiging van bedrijven en rechters en afpersing van zakenmensen. Nadat Q in 2007 werd opgepakt, zijn op verschillende adressen waar hij woonde, in Rotterdam en België, onder meer chemicaliën, wapens en elektrische schakelaars gevonden waarmee hij explosieven had willen maken, zo denkt justitie. Op het papier dat in de Arnhemse bossen is gevonden, zou staan hoe van die chemicaliën de explosieven gemaakt konden worden, aldus justitie. En alle gevonden spullen en documenten worden nog onderzocht door het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. En hier in de studio aangeschoven is verslaggever Jan-Roelof Visser. Hij was vandaag bij de eerste dag van het proces tegen Q. Op de valreep komt justitie door dus nog met extra bewijsmateriaal. Ja, het is begin maart ontdekt in de bossen tussen Arnhem en Groenbeek. Wat opviel is dat er zat heel veel spullen in die tas. Er zaten kampeerspullen, er zaten stukken uit het dossier van de inval. Hij wist precies welke agenten daar waren, welke mensen van justitie. En er zat dus ook een lijst in waarop stond welke stoffen er in die woning hadden gelegen. En wat je daarmee kon doen, had hij al helemaal aangegeven. Ja, justitie zegt, daar kon hij explosieven van maken. Wat zegt hij daar zelf van? Ja, hij zegt van, je kan van sommige dingen inderdaad explosieven maken. Hij zegt van, ik heb het niet vooraf gemaakt. Het is geen handleiding, het is geen recept. Wat ik gedaan heb, is eigenlijk de politie een beetje geholpen. Ik heb laten zien, die middelen die staan er in dat pand en dat kan je ermee doen. Maar hij ontkent dus dat het al een kant-en-klaar recept was wat hij had liggen. Ja, eigenlijk zegt hij, de politie wist het niet en ik weet het wel. Ja, hij zegt letterlijk van die jongens van de NFI die dus al die spullen onderzoeken. Ja, die kunnen nog wel een bijscholingscursus gebruiken. Want die zeggen af en toe, met die spullen kan je een flinke bom maken. Nou, dat valt allemaal mee. Wat voor indruk maakt hij eigenlijk in de rechtszaal? Het is een man die heel erg zeker van zijn zaak is. Hij geeft heel erg duidelijk aan dat hij
goed de controle erover heeft. Hij laat merken wat hij wel wil vertellen en wat hij niet wil vertellen. Er wordt om namen gevraagd, zegt hij, sorry rechter, ik heb een namenallergie. En zo legt hij eigenlijk een hele discussie die er moet ontstaan stil. Hij geeft vaak heel weinig antwoord. Nou ja, als u dat denkt dat het zo is, dan zou dat best kunnen. Is een mogelijkheid. Allemaal van dat soort korte antwoorden. Ja, en daar wordt de rechter ook niet vrolijk van. Nee, de rechters krijgen dus eigenlijk ook niks uit hem. Nee. Goed, Q heeft heel wat op zijn kerfstok. Laten we even kijken naar een kort overzicht van zijn criminele carrière. Q werd in 2001 veroordeeld voor een serie gewelddadige overvallen op filialen van de grenswisselkantoren in Hoek van Holland, Rotterdam en Maastricht. Maar in datzelfde jaar wist hij door een luchtkoker te ontsnappen uit de gevangenis De Schie. In mei 2007 werd hij weer opgepakt. Q woonde na zijn vlucht in een woning aan de Boelstraat in Rotterdam, waar hij volgens justitie een grote hoeveelheid wapens, munitie en ingrediënten voor het maken van explosieven had verzameld. Ook werden landkaarten van de Botlek en het HSL-spoor en foto's van onder meer de rechtbank in Rotterdam en Hotel New York aangetroffen. Volgens justitie bewijs dat Q aanslagen wilde plegen. Goed, maar dat is dus maar de vraag. Daar moet de rechter straks over oordelen. Hoe gaat dat nu verder? Nou, alle spullen die gevonden zijn worden nu onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Dat hopen ze zo snel mogelijk klaar te hebben. En justitie zegt, als het klopt wat wij vermoeden, dan willen we die spullen zeker inbrengen in dit proces. Nou, dat betekent dat er extra tijd nodig is. De advocaten en van Q laten zelf al weten van, ja, dit is helemaal niets wat jullie hebben. Jullie kunnen er niks mee. Het is een lijst die pas na afloop is gemaakt. Dus die hebben zoiets van, we kunnen eigenlijk snel deze zaak af gaan ronden. Goed, heel snel wil ik niet gaan. En wat morgen is nog de hele dag? Morgen is deel 2, dan komt de officier aan het woord. Die gaat vertellen wat hij hem te lasten gaat leggen en wat hij voor strafeisen wil hebben. En waarschijnlijk ook volgende week maandag nog. Ja, want dan komen de advocaten aan het woord. Dan komen de advocaten. Goed, jij blijft het volgen. We zien je vanzelf weer terug hier. Dank je. De Wednesday Night Skate blijft waarschijnlijk toch behouden voor Rotterdam. Dat belooft wethouder Dominique Schreier. De organisatie van de schaatstocht liet afgelopen week einde weten dat het voorbij is met het evenement. Sponsoren zouden zijn afgehaakt en een subsidieaanvraag bij de gemeente werd afgewezen. Maar Schreier doet zelf elk jaar mee met de Wednesday Night Skate en hij heeft beloofd dat het benodigde geld er alsnog zal komen. De bedoeling is dat op 5 woensdagavonden in juli en augustus de 13e editie van de Wednesday Night Skate gereden zal worden. Maar op dit moment is pas 15% van het benodigde geld bijeen. En zegt de organisatie, de verwachting is dat dat niet veel meer zal worden gezien de economische crisis. Ja, dat heeft ook met de crisis te maken. Dat is vorig jaar viel dat inderdaad al tegen. Nu zie je dat het inderdaad niet beter erop is geworden. Nou, dan het wegvallen van subsidies. Vorig jaar natuurlijk jongerenjaar, waar we fantastische support mee hebben kunnen krijgen. Ja, het is nu geen jongerenjaar, het is ook geen sportjaar. Dus dat soort dingen vallen nu weg. En dat hebben wij niet goed kunnen maken met nieuwe sponsors. Hoewel een subsidie voor het evenement al door de gemeente Rotterdam wegens bezuinigingen is afgewezen, laten de Rotterdamse PvdA-wethouder en huidige fractievoorzitter Schreier nu weten dat dit evenement niet verloren mag gaan. En zegt er zeker van te zijn dat het geld bij elkaar komt. Ja, eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat het doorgaat. Zo'n 30.000, 40.000 jonge mensen en oudere mensen die meeskaten. Sport en bewegen is hartstikke belangrijk. Dit jaar met de Tour de France. Iedereen in beweging. Het is echt een blijver. Een evenement wat je niet weg mag denken uit de stad. En laten we gewoon kijken hoe we dit toch kunnen voortzetten. Dus meer dan een verwachting dat we dit jaar ook een Wednesday Night Skate hebben, wat u betreft? Ja, ik zal het in het college brengen en ik ga mijn stinkende best doen om dat rond te krijgen. Ze moeten zelf ook met sponsoren kijken of er toch niet wat meer uit te halen valt, maar laten we kijken linksom of rechtsom, dat we gewoon Wednesday Night Skate voor deze stad kunnen behouden. En daarmee kunnen de skaters in hun agenda noteren, de Wednesday Night Skate in Rotterdam, op 21 en 26 juli en 4, 11 en 18 augustus. En Leefbaar Rotterdam, die andere grote partij in de gemeenteraad, laat weten het plan van Schreier om de Wednesday Night Skate te redden, te ondersteunen. Het 8e team van voetbalclub RVVH uit Ridderkerk is door het clubbestuur uit de competitie genomen. Dat heeft het bestuur vanmiddag besloten. Aanleiding is een wedstrijd tussen RVVH 8 en het 5e elftal van VV Roon. Die wedstrijd eindigde afgelopen zaterdag in een vechtpartij tussen een aantal spelers. Het duel liep uit de hand nadat een speler van Roon een overtreding had gemaakt op een lid van het Ridderkerkse team en daarbij zelf geblesseerd raakte. Een andere speler van RVVH trapte vervolgens hard op de voet van de geblesseerde, waarna de keeper van Roon de eerste klap uitdeelde. In de daaropvolgende knokpartij werd een speler van Roon zo hard geschopt dat hij in een ziekenhuis moest worden opgenomen. En twee spelers van RVVH 8 werden opgepakt. Ze zijn vanmiddag weer vrijgelaten.
Het bestuur van de Ridderkerkse Club heeft na gesprekken met een aantal teamleden besloten dat het achtste dit seizoen dus niet meer in actie komt. De spelers hebben gezegd dat ze spijt hebben van de vechtpartij. De wedstrijd Feyenoord-Vitesse wordt op 31 maart afgemaakt. Het duel werd afgelopen zaterdag in de rust gestaakt nadat een wolkbreuk het veld onbespeelbaar had gemaakt. Feyenoord wilde de hele wedstrijd overspelen, maar dat gebeurt dus niet. De grasmat in de Kuip heeft de wolkbreuk goed overleefd. De mat ligt er weer strak en fris bij. 19 tot 21 mm water kreeg de grasmat in korte tijd te verwerken. Rico Salomon volgde de wedstrijd en dus ook het bericht dat deze werd afgelast vanuit huis. Nou ja, het veld is natuurlijk een kindje van mij. Het moet altijd goed, perfect en dus direct gebeld. En, ja, toen hoorde ik dus wat er gebeurd was. En, dus ik vond het heel erg, maar ja, als je niet kan voetballen, kan je niet voetballen. Ja, het gevoel alsof je tegen een waterval zat aan te kijken. Nou, je zag de plek op het veld ontstaan. Op een gegeven moment merkte je natuurlijk dat de bal wat moeizaam ging rollen. Dus toen was de vrees al terecht van, joh, dit kon wel eens moeilijk worden om die wedstrijd door te spelen. Langs het veld staan twee vuilwaterpompen. Vraag was of deze tijdens de wedstrijd op volle toeren draaiden. We zijn direct naar deze pompkamers gelopen. Dus aan de Maaszijde zit zo'n kamer en aan de Olympiazijde zit daar ook één. En hier zitten twee vuilwaterpompen. Die pompen het overtollige water wat via de drainage door het veld heen zakt, pompt hij het riool in. Nou, deze werkte perfect. Aan de Olympiazijde werkte die perfect. Schade valt mee. Wat is de schade aan het veld? Nou, het is eigenlijk niet meer dan de normale speelschade die we hebben na afloop van een normale wedstrijd onder normale omstandigheden. Er lag gelukkig zoveel water op het veld dat het als een filmlaag, als een buffer heeft gewerkt. Dat de spelers als de bal er een beetje op gleden of smoorden. Maar ja, de toplaag heeft feitelijk echt relatief weinig schade gehad. We krijgen het wel weer op peil met deze omstandigheden. En in de Kuip wordt vanavond een grote rampenoefening gehouden. Aan die oefening doen brandweer, ME, politie en de veiligheidsorganisatie van het stadion mee. Doel is om te kijken hoe snel een vak kan worden ontruimd. Er doen 500 figuranten ook nog mee. Zij vullen tezamen ongeveer één vak. Ja, dat er ondanks de verbouwingen aan en in Ahoy nog gewoon volop gefeest kan worden, bleek afgelopen zaterdag. 15.000 mensen uit heel het land kwamen bizar uitgedost richting Rotterdam om de 14e editie van de Go Après Ski mee te beleven. Volgens kenners in de uitgaanswereld is dit mega Après Ski feest het meest inhoudsloze feestje van het jaar. En verslaggever Jos de Jager was dan ook de aangewezen persoon om daaraan deel te nemen. Nou ja, gek. Je moet in ieder geval zin hebben in een feestje zonder gezeur. Gewoon dansen, maf doen en drinken. Veel drinken. Ja, wat voor mensen zijn het? Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Jong tot wat ouder. Die je overal wel tegen kan komen. Dus het is eigenlijk een verzameling van alles en nog wat. Van welke kapsalon gaat dit uit? Is dit nou het meest inhoudsloze feestje van het jaar, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja. En de sfeer. Ja. Go.
tijdens Go Up A Ski komt de meeste muziek gewoon uit de computer. Veel Hollandse meezingers, dansbare top 40 hitjes en oude nummers in een nieuw jasje. En af en toe is er ook een optreden zoals van Gerard Joling en een oude bekende uit Rotterdam Ommoord, Def Rijms. Het werkt nog steeds, hè, want als wordt geroepen Def Rijms, dan gaat heel de zaal plat. Hè. Erg is dat echt, ja. Joh. Door die ene hit, hè, door die ene hit. Ja, één hit, ik heb 3 hits gehad, hè. Niet vergeten. Het feest is nu al 4 uur aan de gang. De meeste mensen zijn dan ook of aangeschoten of heel erg dronken. Een nuchter persoon vinden in deze hossende menigte is dan ook best moeilijk. Maar toch nog iemand gevonden. Heb je nog een beetje naar je zin? Ja, hartstikke super! Ja. Super feest! Ja, waarom? Omdat ik in 4 jaar tijd niet aan. Dit is de eerste keer weer dat ik echt goed kan feesten. Hoe kan het dan? Omdat ik 2 kinderen gebaard heb. Met elkaar? Waar heb je het dan over met elkaar? Naar de bar. Even een biertje, man. Ja, de avond loopt op zijn einde. Het was een avond met weinig inhoud. Er was wel wat inhoud, maar dan moest je wel erg goed kijken. Wel trusten. Ja, als u nou denkt, zonder dat ik dat gemist heb, volgend jaar is het weer. We gaan de uitzending besluiten met het weerbericht. Het wordt warm deze week, Ed Alders. Afgelopen zaterdag is dan eindelijk de astronomische lente begonnen. En de natuur die is daar ook een beetje in meegegaan. Kijkt u maar eens achter mij. De eerste eendenkuikens zijn inmiddels gesignaleerd. Nou, maakt u ook mooie foto's van het weer of de natuur, beste kijkers, stuur ze in naar het welbekende e-mailadres... weerfoto@rijnmond.nl. Nou, bij ons vandaag was het best aardig weer. Wolkenvelden, maar ook zonnige momenten, die wisselden elkaar af. Het bleef overal droog, temperaturen 12, 13 graden. Wel aardig wat wind, een windkracht 4 uit het zuiden tot het zuidwesten. Nou, vanavond en vannacht hebben we meer bewolking. Vooral laat op de avond en vannacht kan er tijdelijk een beetje lichte regen vallen. Zal weinig voorstellen. Temperaturen zakken daarbij naar zo'n 5 of 6 graden. En naar de ochtend toe klaart het alweer op. Ja, en dan morgen overdag, de dinsdag, belooft een mooie lentedag te worden. Ziet er allemaal hartstikke goed uit. Periode met zon, overal droog. Temperaturen op veel plaatsen een graad of 14. Aan zee wat lager. En dat bij een matige zuidwestenwind. Nou, ook woensdag is het fraai weer. Flink wat zon en droog. Hogere temperaturen zelfs. Vele plaatsen 17, misschien lokaal wel 18 graden bij een matige zuidoostenwind. Donderdag begint met zon, maar gaandeweg de dag meer bewolking. Neemt ook de kans op een bui toe, misschien zelfs wel met onweer, een graad of 17. En dat is dan wel het begin van een wisselvallige en koelere periode vanaf eind van deze week. En dit was Rijnmond Nieuws van maandag 22 maart. Kijk ook op onze website rijnmond.nl. Maar blijf eerst nog even hangen voor Topsport TV met Bart Nolles. Met onder meer de nieuwe trainer van FC Dordrecht. En een nieuwe werkgever voor autocoureur Robert Doornbos. Ik wens u nog een fijne dag en graag tot morgen.